Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. In deze video wil ik inspelen op de hele hoge inflatie die we meemaken, zoals wel Nederland, Europa en Amerika. Dat is natuurlijk nu al een hele lange tijd het geval en nu zie ik vaak de vraag voorbij komen, heeft het wel zin om te gaan beleggen met deze torenhoge inflatie, want daar heeft de aandelenmarkt natuurlijk ook heel erg veel last van. Nou, daar wil ik vandaag op inspelen, dus laten we snel beginnen met de video. Waarschijnlijk heb je het zelf ook al meegekregen, maar de geharmoniseerde consumentenprijsindex is 16,8% hoger in oktober dan een jaar geleden. Dus dat is gewoon het inflatiepercentage. Vorige maand viel dit percentage nog iets hoger uit, toen was het namelijk 17,1%. Dus op dit moment is er wel sprake van een lichte daling. Maar als ik heel eventjes verder naar beneden scroll, zie je namelijk een overzicht van Nederland. Nou, dat geeft natuurlijk aan dat er op dit moment wel heel eventjes een lichte daling is, maar zo'n lichte daling hebben we natuurlijk wel vaker meegemaakt. We hebben het bijvoorbeeld gezien in januari 2022, 7,6%, toen een lichte daling naar 7,3% en de oorlog begon natuurlijk pas eind februari, dus we hadden al torenhoge inflatie voordat bijvoorbeeld de energiekosten al gigantisch waren gestegen. Vervolgens zie je natuurlijk weer dat het hard omhoog gaat met een percentage van 11,7% in maart. We zien vervolgens een paar maanden dat het natuurlijk weer behoorlijk onderuit gaat. We kwamen zelfs net eventjes onder de 10%. Maar het is heel erg duidelijk dat we in de laatste maanden natuurlijk een gigantisch percentage meemaken van bijvoorbeeld 13,7%, 17,1% en natuurlijk nu 16,8%. En we komen natuurlijk volgende maand, zal je natuurlijk dus resultaten zien over de maand november. En als we dan bijvoorbeeld kijken van wat het inflatiepercentage was in 2021, zie je natuurlijk 5,9%. Dus ik ben ook heel erg benieuwd wat het inflatiepercentage gaat zijn in Nederland over de maand november. Want 5,9%, ja, dan heb je natuurlijk over een inflatiepercentage wat veel hoger is dan het streven van de Europese Centrale Bank, want dat is tussen 1,5% en 2% jaarlijkse inflatie. Maar het kan dus zomaar zijn dat we dan 15% inflatie meemaken boven een inflatie van 5,9% een jaar geleden. En dan kan het natuurlijk heel erg hard gaan. En nu is natuurlijk ook gelijk even de vraag van, ja, maar hoe gaat dit dan eruit zien in 2023? Nou, als we kijken naar het Prinsjesdag, was het natuurlijk zo dat ze in de miljoenennota zijn uitgegaan van een inflatiepercentage van 2,6% in 2023 voor Nederland. In mijn optiek, ik heb dit natuurlijk al een paar maanden geleden aangegeven, is het echt waanzin. Ik weet niet waar ze dit percentage vandaan halen. Natuurlijk verwacht ik niet dat het inflatiepercentage in 2023 constant tussen de 15% en 17% blijft hangen, maar 2,6%, ja, dat lijkt me wel erg optimistisch. Maar daarmee hebben ze wel aangegeven dat het koopkrachtverlies deels gecompenseerd wordt en dat we met dit inflatiepercentage minder mensen hebben die onder de armoedegrens komen. Maar ik ben dus bang dat dat inflatiepercentage van 2,6% helemaal niet te behalen is. En eind 2021, toen natuurlijk ook Prinsjesdag was, maar voor het jaar 2022, gingen ze uit van een inflatiepercentage van het streven van de Europese Centrale Bank. Dus zo'n tussen 1,5% en 2,5%. Nou, we weten natuurlijk nu allemaal dat het natuurlijk nooit behaald is. En ik verwacht dus in 2023 dat dit ook gaat gebeuren. Dus ik ben ook wel benieuwd hoeveel mensen in 2023 daadwerkelijk onder de armoedegrens komen. Omdat namelijk dit zogeheten pakket om koopkrachtverlies te compenseren. Ja, ik zie het niet zo snel goed uitpakken, dus ik verwacht dat er heel veel mensen in problemen komen. En dit is natuurlijk niet alleen maar in Nederland. Als we bijvoorbeeld kijken naar de eurozone, is vandaag ook de cijfers naar buiten gekomen. Nou, dat was dus 10,7%. Dat is het allerhoogste inflatieniveau ooit. Dus we hebben een record neergezet voor de hele eurozone. In Nederland is het natuurlijk nog een stukje hoger, maar het is natuurlijk wel duidelijk dat inflatie op dit moment allesbehalve hard naar beneden gaat. We zien zelfs steeds een stijging, terwijl we nu al berichten horen dat in 2023... Nou, wat was het? 2,6% was het inderdaad? Ja, 2,6%. Ja, ik weet niet precies waar ze dat vandaan halen, maar dat zal echt een wonder zijn. Je merkt natuurlijk ook dat er constant de vinger wordt gewezen naar bijvoorbeeld Poetin. Dat ze zeggen, nou, inderdaad, dat heeft ervoor gezorgd dat we nu zo'n hoge inflatie meemaken. Zelden lees je bijvoorbeeld in het nieuws dat het monetaire beleid vanuit de ECB invloed heeft op de huidige inflatie. Dat lees je bijna nooit. Maar als we bijvoorbeeld het inflatiepercentage van Zwitserland erbij pakken, dat is natuurlijk een
land wat inderdaad geen last heeft van het monetaire beleid vanuit de Europese Centrale Bank, mag natuurlijk nog steeds duidelijk zijn dat het inflatiepercentage de laatste maanden natuurlijk flink omhoog is gegaan, maar op dit moment zit het op 3,3%. En dat is natuurlijk een gigantisch verschil met bijvoorbeeld de eurozone en al helemaal met Nederland. En Zwitserland heeft natuurlijk ook last van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dus je ziet dat op dit moment vooral het vingertje wordt gewezen naar Poetin en de oorlog en dat ervoor zorgt dat alle kosten zo uit de hand lopen, de energiekosten, etc. Zwitserland heeft er ook last van, maar die hebben natuurlijk geen last van het rare monetaire beleid vanuit de Europese Centrale Bank met heel veel geldcreatie. En dat zie je dus ook direct terug in inflatiepercentages. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe dit in 2023 ze zal uitpakken. En nu is natuurlijk vooral de vraag van ja, oké, met deze torenhoge inflatie, en ik verwacht nog wel dat het een tijdje door zal gaan, heeft het dan nog wel zin om te gaan investeren? Nou, ten eerste hebben natuurlijk ook heel veel mensen last om te kunnen investeren, want je ziet natuurlijk dat er steeds meer mensen zijn die een vaste last hebben en die worden elke maand duurder dan de maand ervoor. Dus op een bepaald moment kom je mogelijk in de situatie dat je denkt, ik wil elke maand, laten we zeggen, €250 per maand beleggen. Maar op een gegeven moment, die vaste lasten, die blijven maar stijgen. Je probeert te besparen, maar ja, de boodschappen, de energiekosten, daar kan je eigenlijk niet omheen. Dat je op een gegeven moment denkt, nou, ik moet toch wat terugschalen, ik ga naar €175 per maand. Dus je merkt vooral in dit soort fases met hele hoge inflatie, dat heel veel mensen eigenlijk wel willen beleggen, maar simpelweg niet kunnen, omdat het financieel allemaal wat zwaarder gaat. En ten tweede merk je ook vaak in dit soort fases, want als we even de S&P 500 chart erbij pakken, dat als er sprake is van heel hoge inflatie, dat de Europese Centrale Bank, maar natuurlijk ook de Federal Reserve, moet ingrijpen om dat inflatiepercentage naar beneden te drukken. En een veel voorkomende oplossing voor de inflatie is simpelweg de rente verhogen. We hebben natuurlijk in 2021 op een gegeven moment bijna zelfs negatieve rente meegemaakt. En dat houdt nu dus in dat geld duurder is geworden. Het kost dus meer om schuld te financieren. En dat merk je dus gewoon op de aandelenmarkt, want als we nu bijvoorbeeld kijken naar de year-to-date performance, min 18,36% en over het laatste jaar min 14,5%. Dus het is ook weer niet zo van, oké, we maken een inflatiepercentage mee van 16%, laat ik snel gewoon investeren in S&P 500, want dan kan ik 10 of 15% rendement pakken en dan kan ik die klap enigszins opvangen. In dit soort fases, en ja, dat gebeurt niet heel vaak, met zulke hoge inflatie is het gewoon heel erg lastig om een oplossing te vinden om ervoor te zorgen dat je dus beschermd bent tegen inflatie. Maar heeft dat investeren en dat beleggen dan nog wel zin als we dus in zo'n situatie zitten met hele hoge inflatie en het lijkt maar niet te stoppen? Nou, voor ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform om te gaan beleggen, ik beleg bij Giro en bij Bux en voor beide loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je bij de Giro registreert voor 30 november, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 31 december terug met een max van €100. En bij Bux krijgen we registratie via de link in de beschrijving een gratis aandeel en dat kan oplopen tot maar liefst €200. Voor beide zal ik in de beschrijving een linkje achterlaten. En als je besluit te registreren via de linkjes, maak je gebruik van actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerkingen. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, laat ik inspelen op de vraag, heeft beleggen op dit moment nog wel zin? Dan kan ik gewoon eventjes het inflatiepercentage erbij pakken over de laatste 100 jaar zo'n beetje in Amerika. Dan is het natuurlijk heel duidelijk te zien dat we fases hebben meegemaakt van hele hoge inflatie. Als we bijvoorbeeld kijken in de jaren 20, dat is natuurlijk zo'n beetje rond de Eerste Wereldoorlog, dan zie je natuurlijk dat er op een gegeven moment een heel hoog inflatiepercentage was van bijvoorbeeld 12%, vervolgens 18%, zelfs eventjes over de 20%. Op een gegeven moment was de Eerste Wereldoorlog voorbij en dan zie je ook een moment eigenlijk zo'n 10 à 15 jaar dat er zelfs sprake is van deflatie. Vervolgens zie je natuurlijk ook weer in de Tweede Wereldoorlog dat er ook sprake is natuurlijk van een gigantisch inflatiepercentage. En we zien dit natuurlijk constant terugkeren. Hele hoge inflatie, gevolgd door hele lage inflatie of zelfs deflatie. We hebben natuurlijk ook meegemaakt in de jaren 70, toen was er natuurlijk sprake van een heel hoog inflatiepercentage. En dat duurde wel even, maar op een gegeven moment zag je wel dat het ging afnemen. En op een gegeven moment kwamen we dus in de buurt van het streven van meerdere centrale banken van tussen de 1,5 en 2,5%. Nou, als we bijvoorbeeld kijken naar de laatste, laten we zeggen,
25 tot 30 jaar hebben we zelden hele hoge inflatie meegemaakt. Er zijn wel wat pieken geweest, maar niet zulke pieken dat het echt zorgwekkend is. Tot nu toe natuurlijk. In 2021 was het gemiddelde inflatiepercentage 7%. Op dit moment is het 6,46% en dat is tot en met oktober. En over 8 dagen volgens mij komt inderdaad de inflatiecijfer naar buiten in Amerika. Dat gaat dus ook weer belangrijk worden. Dus je ziet dat er op dit moment weer een sprake is van een spike. Maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat dit altijd zo zal blijven. Natuurlijk, inflatie, ze zeggen altijd dat het tijdelijk is. In het verleden is dat natuurlijk ook altijd zo gebleken. Natuurlijk geen garantie dat het inflatiepercentage sowieso weer richting de 1,5 tot 2% gaat. Maar je kan je daar wel een beetje aan vasthouden. Dus ook al ben ik ervan overtuigd dat inflatie echt niet binnen een paar maanden zomaar verholpen is, het lijkt me ook heel erg stug als we hier bijvoorbeeld nog 3, 5 of 7 jaar lang last van hebben. Op dit moment hebben we er natuurlijk allemaal last van, zowel op de aandelenmarkt en natuurlijk met je eigen persoonlijke financiën, want iedereen merkt het in zijn eigen portemonnee, alles wordt duurder, terwijl het de maand ervoor ook al een stuk duurder was geworden. Dus dat is natuurlijk op dit moment wel een probleem, maar als je echt bezig bent met lange termijn beleggen, dan is het natuurlijk ook gewoon echt belangrijk om in dit soort situaties ook altijd uit te zoomen. Dus inflatie op dit moment hartstikke hoog, maar als ik kijk naar de komende 20, 30 jaar, verwacht ik inderdaad dat dit een toppunt kan gaan zijn, zoals we natuurlijk ook de laatste 100 jaar vaak hebben meegemaakt, fases van hele hoge inflatie, gevolgd door heel veel jaren met lage inflatie. En als je dit inflatiepercentage inderdaad vergelijkt met het resultaat van de S&P 500, dan kijk je bijvoorbeeld sinds 1900, dan zie je dat er gemiddeld sprake is van een rendement op jaarlijkse basis van 6,7%. En dat is natuurlijk een mooi percentage, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we in fases van hele hoge inflatie vaak verkoopdruk meemaken op de financiële markten en dat de resultaten op de aandelenmarkt vaak ook wat minder zijn. Dat merken we natuurlijk nu ook in 2022. De rentes gaan omhoog, dus je ziet gewoon dat groei duurder is om te financieren. Daar worden natuurlijk heel veel groeiaandelen hard door geraakt. Je merkt ook dat er heel veel mensen zijn die steeds minder kunnen beleggen, omdat de vaste lasten steeds een groter gedeelte van het salaris opsnoepen. Dus er is eigenlijk een soort van domino effect en dat zie je dus ook terug. En in de laatste 100 jaar met hoge inflatie is dat ook vaak het geval geweest. Hoge inflatie staat vaak gelijk aan een slecht rendement op de aandelenmarkt. Nou, dat maken we dus in 2022 ook mee. Maar als je dus echt durft uit te zoomen, en ja, dat kan in dit soort fases lastig zijn als je ziet dat heel veel individuele aandelen en de indexen hard onderuit zijn gegaan, is het tot nu toe voor de S&P 500 op de lange termijn altijd wel weer goed gekomen. Natuurlijk, ik heb het al vaker aangekaart, behaalde resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar je hebt tenminste een punt waar je een beetje op kan richten. Kijk, met individuele aandelen is het natuurlijk een hele andere vraag. Daar zal je natuurlijk nooit met zekerheid kunnen zeggen dat het altijd weer goed komt. Daar zijn zat bedrijven en aandelen die gewoon naar nul zijn gegaan. Dus dat is natuurlijk een groter risico. Maar als we puur eventjes kijken naar de S&P 500 sinds 1900... dan mag natuurlijk duidelijk zijn, diagonaal gaat het omhoog, gebeurt het gewoon in één rechte lijn? Natuurlijk niet, er zijn pieken, er zijn dalen, dat hoort er allemaal bij. Maar als je echt durft uit te zoomen, dan is inflatie natuurlijk nog steeds op dit moment vervelend. Maar op de lange termijn zal het niet heel veel moeten uitmaken voor je rendement op bijvoorbeeld de S&P 500. Natuurlijk zal het op de korte termijn, laten we zeggen de komende 5 of de komende 10 jaar, zal 2022 natuurlijk een flinke impact hebben op het totaalrendement. Maar naarmate je steeds langer vooruitkijkt, 15 jaar, 25 jaar, en er is op een gegeven moment sprake van een lager inflatiepercentage, van laten we zeggen 1,5 tot 2,5%, dan zal je zien dat de impact van de hoge inflatie in 2022 steeds minder en minder begint te worden. Dus op dit moment merk je het gewoon dat heel veel mensen er echt mee bezig zijn. Maar als we bijvoorbeeld over 6 of over 8 jaar inderdaad een inflatiepercentage hebben zoals we eigenlijk al jaren gewend zijn, dan zullen heel snel mensen 2022 alweer vergeten zijn. Want het moment dat het inflatieprobleem is opgelost, dan kan je waarschijnlijk zien dat op de aandelenmarkt heel veel mensen eigenlijk opgelucht zijn en weer durven te gaan investeren. En er zullen natuurlijk ook mensen zijn die eindelijk wat ademruimte hebben, dat niet elke maand de vaste lasten blijven stijgen, waardoor ze mogelijk weer wat kapitaal hebben om te gaan beleggen. Dus dat speelt allemaal een rol. Ik blijf in dit soort fases altijd beleggen. Natuurlijk, ik had liever gezien dat de S&P 500 20% was gestegen in 2022. Maar ja, dit hoort er helaas ook bij. En op de lange termijn zal het niet heel erg veel moeten uitmaken. Voor nu kwam wel aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.